Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben vandaag best wel vroeg wakker geworden. Lekker gaan douchen. Mijn haren gewassen. Ik heb mezelf omgekleed. Het is echt heel erg benauwd vandaag buiten. Dus we gaan eventjes naar buiten. En Sim ligt nu nog even op bed. Maar we gaan zo even trekken. Ik moet nog even pakketjes ophalen. Ik moet nog een paar dingen halen voor het balkon. Dus dan kunnen we ons een beetje bezighouden. Wij zitten lekker in de auto. We gaan naar Praxis. Olé, olé. Yay, yay, yay. Yeah. Mag ik het vertellen, Nes, of niet? Ja? Mag ik het vertellen of niet? Wacht even, met mijn neus. Mag ik het vertellen? Ja, mag. Kijk, guys, ik heb echt heel erg spijt, hè, van dat ik het ga zeggen. Maar Nes en ik waren een beetje met elkaar aan het kloten. Een beetje elkaar aan het pesten. Ja, eigenlijk vooral ik hem. Ja, ik deed helemaal niet. In de badkamer. En ik was mijn haar aan het doen met de fun. Toen dacht ik, oh, ik ga me even laten schrikken. Ik doe even de fun tegen zijn kont aan. Maar ik heb dus per ongeluk zijn kont verbrand. En zijn kont haar ook. Vind je het grappig? Nee, maar... Waarom lach je dan zo hard? Want ik ben verminkt, hè? Ja. Ik ben verminkt voor het leven nu. Ik kan het toch niet, zeg maar, heel serieus zeggen. Mijn kont doet pijn. Ja, oh, ik heb wel echt heel veel spijt. En we hebben het een beetje behandeld. En we hebben een afspraak gemaakt, toch? Voor wat? Voor de dokter? Nee, dat je nooit meer aan mijn kont zit. We zijn nu bij een afhaalpunt. En wij vinden deze afhaalpunt echt helemaal geweldig. Want ze hebben hier dus gewoon 5 katten. Kijk. Dit is de eerste. Hier nog één. Nou, zo zijn we bij de Praxis. We willen even zo'n barbecue ding halen. Oh, ik heb het echt zo warm. Ik heb echt de hele tijd opvliegers. En Nessie is me aan het afkoelen. Kijk. Zo zitten we erbij bij Praxis. Heerlijk. En ze lachen ons uit. Je laat het bankje maar zien die ik wou kopen de vorige keer. Nee, dat krijg je niet. We willen een barbecue halen. Elke keer als we hier komen is de barbecue die wij willen halen uitverkocht. Laat hem zien dan. Je kon geen zin om op te staan, hè? Wil jij het doen voor mij? Jezus. Oké, we willen dus deze halen. Deze. Oh, beautiful. En deze is op de perfecte hoogte. Voor mij. Yes, yes. Maar waarom lieg jij? Wat dan? Waarom zeg je elke keer, dit is de perfecte lengte voor mij. Laat alsjeblieft zien welke je hebt. Had je dit niet al gefilmd? Ik wou eigenlijk deze dwergjes kopen, deze Humpty Dumpties, de Teletubbies. Maar dat is hem niet geworden. En meneer, heeft u... Als je wil, mag je niet meenemen. Oh, yes, eindelijk! Yay! We mogen een showmodel meenemen. Eindelijk. Ben je blij? Yeah! We mogen een showmodel meenemen en dan krijg je korting. 75 euro. Krijgen we korting ook nog? Yes! Daar hebben we onze grasmat. Is die er nog? We hebben er eentje gescoord. Maar jongens, alles gaat snel hier. 2 dagen terug was het nog helemaal vol. Zo, ik zit lekker op het terras. En Nesmi is bezig hier om barbecue in elkaar te zetten. Goed bezig, hè, schat? En dan doen we hier ook de grasmat. We hebben hier al eentje liggen. Maar er moet nog eentje ernaast. En dan zijn we eigenlijk een beetje klaar hier. Maar Menin, ik heb wel een vraag aan jou. Hoe gaat het met je kontje? Welkom in ons grasveld, jongens. Let niet op deze lelijke tuinstoel. Wij hebben lekker buiten gezeten. Alleen is het een beetje afgekoeld. Ik vond het best wel koud. Dus op een gegeven moment had ik met een dekentje buiten. En ik dacht, ik ga lekker naar binnen. Ik ga mezelf lekker opwarmen. Ik heb weer mijn eeuwige trui aangedaan. Ik vind deze gewoon echt zo chill. Ik ga echt veel meer van dit soort lange truitjes kopen. Gewoon voor in huis. Dan wordt het nu echt heel erg warm. Maar ik had dus een pakketje opgehaald bij een afhaalpunt. Een pakketje van winkelstraat.nl. Ik heb namelijk pantoffels besteld. Ja jongens, ik denk dat jullie echt mij gaan uitlachen. Als je dus heel lang paal pantoffels wil, ze zijn best wel aan de dure kant. Kan je ze beter dus nu halen. Want dan krijg je dus korting. Yay, ik heb ze eindelijk gehaald. Deze pantoffels wou ik echt wel eeuwig, maar ik vond ze altijd een beetje prijzig. Maar ik heb ze eindelijk. Kijk, dit zijn ze. Ik vind ze echt mooi. Vooral deze kleur vind ik echt heel erg mooi. Ik twijfel tussen deze en de lichtere versie, die klassiekers zeg maar. Maar ik vond deze toch echt wel wat mooier. En nu kan ik deze pantoffels, die helemaal verrot zijn,
Eindelijk weggooien. Ik hou echt van pantoffels, jongens. Ik loop zelfs in pantoffels in de zomer. Maar ja, ik ben hier echt heel erg happy mee. Ik ga zeggen aan Nes meisje. Nes! Ja? Vind je ze mooi? Ik vind ze echt cute. Dus hebben ze even gaan sporten. En ik denk dat ik gewoon echt een middagdutje ga doen. Ik ben de middag altijd helemaal gesloopt. Ik heb mezelf beloofd. En heb ik even met Nesim afgesproken. Hij gaat me hierbij helpen. Dat ik na Ramadan echt weer begin met sporten. Maar het lukt me op het moment echt totaal niet. Ik hou ook echt niet van 's avonds sporten. Ik zat eigenlijk net lekker weer in een ritme waarin ik in de ochtend ging sporten met hem. En dat beviel me heel erg goed. Ja, nu, ik ga nu echt niet in de ochtend sporten. Dat vind ik echt totaal niet chill. Maar los van dat, ik denk dat ik zo sushi ga bestellen voor ons. En als hij dan terug is, gaan we gewoon lekker gelijk sushi eten. Heb er echt zin in. Heb het heel lang niet gehad. En ik denk dat ik echt gewoon alles ga bestellen. Gewoon wat er op menu staat. Guys, het is 9 uur. Onze bestelling is al binnen. Oh mijn god, dat is zo lekker. We hebben lekker lumpia's. Die simpele sushi's met zalm en komkommer. Heerlijk. En nog een salade erbij. Ja, 5 minuten ben ik er. Oké, doei doei. 21:41. We mochten 3 minuten geleden al eten. En Nesim is gewoon te laat thuis. Ik ben lekker aan het staren naar mijn eten. Live. Lekker aan het wachten dat je mag eten. Ik heb echt trek, man. Ach ja, die paar minuutjes extra wil je ook eigenlijk helemaal niet. Een hele goede morgen. Het is vandaag. Kijken. Donderdag, het wordt vandaag echt zo warm weer. Let niet op mijn hoofd, ik kom echt rechtstreeks uit bed. Want Nesim is naar zijn kantoor gegaan en zijn laptop vergeten thuis. Dus moest ik hem heel snel brengen, want hij had dus een afspraak via Zoom volgens mij. Dus had hij echt een laptop voor nodig. Dus dat heb ik even gebracht en hij was er heel blij mee. Dat vond ik wel cute. En nu ga ik lekker richting huis. Ik denk ik maar even heel goed gaan insmeren en lekker gewoon de hele dag even op het balkon gaan liggen. Dat is een beetje de planning. Mijn stem is vandaag ook helemaal gebroken. Misschien moet ik heel laat naar bed weggaan. En ik ben echt zo wit als een spook. Dus ik hoop vandaag dat ik een beetje een kleurtje krijg. Maar ik heb een zonnebrandcrème gekocht van Zwitserland. SPF 50. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die me gaat bevallen. Ik heb tegenwoordig dus last van iets nieuws in mijn leven. Ik heb echt ernstige opvliegers in de nacht. Echt, ik heb nu ook alweer gewoon opvliegen. Jeetje. Oké, guys, dit is de zonnebrandcrème waar ik het over had. Van Zwitserland. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ik ga mezelf nu helemaal even insmeren. En dan zie ik jullie waarschijnlijk over een paar uurtjes. Hopelijk wat bruiner dan nu. Oh jongens, Nesim is net thuis met boodschappen. We gaan proberen de barbecue vandaag. Ik heb allemaal van de Action spulletjes gehad. Kijk dan. Oh, lekker. Garnalen gemarineerd. Zo, ik ben nu lekker de kip aan het marineren. Het gaat de koelkast in. Ik heb een beetje te veel saus erin gedaan, maar maakt niet uit. Dat zie je straks allemaal toch niet terug. Ik ga nu lekker kebab maken. We zijn nu vlees aan het ontdooien. Maar daarvoor heb je nodig peterselie, 1 ui. Olijfolie, zout, knoflook en peper. Chilipoeder, gemalen koriander en komijnzaad. Jongens, ik was helemaal vergeten, maar we hebben natuurlijk ook knoflook nodig. Nou, dat ziet er toch goed uit, jongens. Het ruikt ook echt lekker. Het ruikt heerlijk. Oh, die nari ook lekker buiten. Lekker, hè? Oh, jongens, daar gaan we. Ik hoor Nes. Lekker bezig hoor Nes.
Yes, na heel veel zwoegen en zweten, maar het is wel gelukt. Lekker, is smakelijk. Ik ben mijn kast aan het kijken. Kijk, één keer. Dat krijg je ervan als je man opruimt. What the fuck is dit? Hij heeft dit gewoon random erin gedaan. Zo, ik heb even heerlijk gedoucht. We hebben echt even lekker buiten gezeten en gegeten. Dat was echt goed gelukt. We hebben daarna even lekker schoongemaakt hier. Ik ga nu even een wasje draaien zo. En dan ben ik eigenlijk klaar voor vandaag. Maar ik vond het gewoon belangrijk dat na de barbecue. Na het barbecue hebben we alles even goed schoon gingen maken. Want ik had echt geen zin dat het zeg maar allemaal zo lang bleef liggen. Want barbecue is leuk. Maar de geur daarna vind ik echt verschrikkelijk. Ik moest ook gelijk daarna douchen. Want het gaat echt, die geur gaat echt in je haren zitten. In je kleren zitten echt letterlijk overal. Trouwens, ik denk dat ik nu ook gelijk even mijn vlog ga afsluiten. Want ik heb de laatste tijd een beetje rare eindes aan mijn vlogs. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik had nog heel veel vragen gekregen waar ik 90 Day Fiancé kijk. Ik kijk gewoon op TLC op tv. En ik ga nu de nieuwe versie ervan kijken. Dat heet de 90 Day Fiancé in quarantaine ofzo. Kijk, dit is dus gewoon op TLC. En dit is de nieuwste versie ervan. 90 Day Fiancé self-quarantined. Dus dat ga ik nu even snel kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!